Welkom bij een nieuwe aflevering van de Unfolding-podcast. Bij deze nodig ik je uit om tijdens het luisteren van deze aflevering aanwezig te zijn. Bij jezelf, in jezelf. Voel wat dat jou triggert. En als je er interesse in hebt, ik heb voor jullie een werkdocument op de website geplaatst. Unfolding.be slash podcast. Zo kan jij je eerste stappen zetten of je volgende stappen zetten in je persoonlijke groei en ontwikkeling. Kom, <laughs> Dank je. Um, juist toen ik de deur ook opende, ik vind het heel fijn om je uh, hier vandaag te gast te hebben um, bij mij in de podcast. Ik was er juist nog eens eventjes aan het terugblikken. Voor mij is, is uw naam een van waar ik mee opgegroeid ben. <laughs> en ik ben gaan spreken uh, online op Wikipedia. En um, een aantal tv-programma's waar ik vroeger nog gekeken heb, kwamen eruit. En dan dacht ik, ah ja... Het gaat daarvan zijn dat ik Veerle altijd al gekend heb. Mm -hmm. um, en eigenlijk in de laatste, voor mij nog weken, maanden, heb ik u vooral als een persoon mogen leren kennen ook. Mm -hmm. Voor als jij voor mij een, een bekendheid, zal het zo zeggen. En heb ik u vooral eigenlijk op een heel andere manier, of misschien eigenlijk gewoon als mens mogen mm -hmm. leren kennen. Yeah. Um, dus bij deze, heel fijn dat je hier bent. Mm -hmm. En van mij kreeg elke gast dezelfde vraag voorgeschoteld. Mm -hmm. Wie ben je? Wie is Veerle? Wie is Veerle? Mooie vraag. Um... <laughs> wat zal ik daarop antwoorden? Er zijn heel veel antwoorden mogelijk, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. um, hoe intens gaan we beginnen? <laughs> wie, wie is Veerle? Of wat is Veerle? Uh, wat is Veerle, Zouden kunnen zeggen? Uh, energie. Mm -hmm. <laughs> Direct zo bij hem voilà. erin. Yep. Uh, wat is Veerle? Ik heb... Vanmorgen uh, ben ik opgestaan en ik heb altijd zo'n ritueeltje en, uh, waar ik dan mediteer, ademhalingsoefeningen, wat beweging en ook wat affirmaties. En um, de affirmatie van morgen was: uh, Ik ben licht. Dus wie of wat is verle? Licht. licht <laughs> ja, direct. Dus inderdaad, er bonk in. Mm. Dus dat ben ik: Licht. Licht, top. Dat is eigenlijk ook mijn missie, maar daar komen we zelfs op. Vertel. Wel. Het feit dat de deur al open gaat, dan gaan we ze gewoon ineens openen. Ja, inderdaad. Wat is missie? Wat is uw missie? Vriend? Het is echt mijn missie om mensen te verlichten. Mm -hmm. En um, daar, Dat bedoel ik uh, letterlijk en figuurlijk en zowel mentaal, emotioneel als fysiek als uh, energetisch, uh, um, spiritueel. Wat te zwaar weegt voor mensen. Lichter maken. Mm -hmm. En als, als ik terugblik naar mijn carrière, inderdaad als actrice. Ik hou meer van het woord speler, ik vind dat een mooi woord. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En ik hoop dat ik altijd blijf spelen. Maar dan was dat ook um, wat ik eigenlijk deed: zorgen dat mensen, in het beste geval natuurlijk, dat is, dat is de intentie, het doel, anders naar buiten gingen dan ze binnenkwamen. Mm -hmm. Een beetje. Lichter, hè, dat mensen geraakt werden, ontroerd. Um, en dat heeft zich dan doorgetrokken naar hetgeen waar ik nu doe. In 2007 ben ik opnieuw gaan studeren. Ik heb nu van alle certificaten en diploma's, hè, die allemaal bijdragen, mij kennis geven, mij handvaten, methodieken aanreiken. Om dus wat te zwaar weegt voor mensen lichter te maken, mm -hmm. dus te verlichten. Mm -hmm. Mooi. Mm -hmm. en eigenlijk heb je dat altijd in je gedragen gelijk dat je er juist bent. Ja. of was dat in uw acteerperiode was je daar op die manier nog niet per se bewust van nee helemaal niet eigenlijk mm -hmm. um, allee nee op deze manier je weet natuurlijk mm -hmm. wel één ik ben altijd een dramatische actrice geweest <laughs> dat is tussen aanhalingstekens voor mensen die eh, bah, dat niet kijken ja, hè? ja, ja het, <laughs> dat is dus, tussen aanhalingstekens <laughs> inderdaad dramatische actrice, daarmee <laughs> yes. bedoel ik mm -hmm. ik hou of hield hè? Mm -hmm. um, van rollen die gaan naar ingewikkelde personages, mensen met pijn, hè, die mm -hmm. vertol, vertol, vertolkte, ik graag maar ik kan mm het -hmm. uitspreken. Waar ik mij in Vlaanderen mee op de kaart heb gezet, is ons geluk en ons geluk. Dat de rol die ik speelde van Leontine Hox... dat was een heel getormenteerd personage. Tegenover René Hox, een hele simpele, eenvoudige Mens uit een arbeidersgezinneke. Mijn. ...droom en ambitie om uh, schilder te worden. Kunstschilder. En Leontien Hox kwam dan uit een gezin heel katholiek, heel... Hè, dat zijn de normen, dat zijn de waarden, dat... Zo moet je leven, dat wel, dat niet. En zij kon niet aarde binnen de, die gevangenis, eigenlijk. Hè. Dus ze, was, ze voelde dat ze daar moest uitbreken. Maar zij was echt wild, gewoon wild. Hè. Ze, zij ging ook soms om met de arme René Hox... Uh, ja, als echt een bitch, want ik weet dat werd zondagavond uitgezonden. Mm -hmm. En dan maandagsmorgens mm -hmm. ging ik mijn kinderen naar school uh, brengen onder de kwaai blikken van de mensen die zoiets hadden van wat heb jij de René weer aangedaan? Mm -hmm. Maar dus dat soort personages waar je echt graaft of duikt in wat er onder en achter het gedrag ligt, omdat het gedrag een symptoom is van iets, mm -hmm. hè? en dan gaat zoeken van waar zit die pijn, waar heeft ze het moeilijk mee... Dat heb ik altijd interessant gevonden. En dan, oké, okay, de mensen, ik was echt the one you love to hate. Dus de mensen, die zien dan, oh, wat een verschrikkelijk mens is dat. Maar ze voelen er een grote sympathie voor. Omdat ik natuurlijk als acteur ook die grote sympathie voelde. Uh, en nog steeds voel bij mensen in mijn praktijk voor, ja, wat. Waar we onszelf kunnen aandoen qua lijden. En, um, als je daar met veel empathie, met mededogen, niet met medelijden, maar met mededogen, met compassie, met liefde naar kijkt, dan is dat altijd mooi ons gepruts. Hè? Mm -hmm. Dus ook als actrice koos ik intuïtief die rollen. Mm -hmm. um, mijn natuurlijk, wat ik net al zei, de ambitie dat mensen naar buiten zouden gaan zeggen: Amai, goh, ik kijk er nu een beetje anders naar, of hè, mijn perspectief is veranderd, ik kijk anders mezelf, naar mezelf, naar mijn omgeving, naar mijn geliefde, whatever. Maar je zei dat niet, of toen, ik in ieder geval niet. Um, ik was niet bezig met wat is nu eigenlijk mijn missie? Mm -hmm. Waarom doe ik wat ik doe? He, acteurs zijn natuurlijk opgeleid om enerzijds. Um, in een rol te gaan en te onderzoeken welke emoties zijn er en hoe vertaal ik die? Hè, want mm. boosheid heeft veel gezichten, mm. verdriet en angst ook. Hè. Um, en hoe vertolk ik dan die vertaling? En anderzijds zijn we natuurlijk getraind om de dramaturgie, je hebt een groot verhaal met verschillende rollen, verschillende perspectieven. Wat is er functioneel binnen het verhaal? Hoe marcheert dat storytelling? Dus zowel het metaperspectief kent je als acteur, als dan het ingaan in één stukje, namelijk uw rol. Mm -hmm. En dat brengt mij nu heel veel, maar toen uh, was ik mij niet bewust van. Oké, okay, wat zegt dat over mij? Waarom doe ik dit eigenlijk? Um, hoe zit de wereld in elkaar? Spelen we niet allemaal rollen? Uh, mm -hmm. hè? Uh, en kunnen we niet allemaal meta gaan? Kunnen we ons leven ook zien als een soort van show, <laughs> een toneelstuk, hè? waar dat we dan door meta te gaan de andere perspectieven zien en onze rol dan ook maar een perspectief is en niet de waarheid of waarmee wij ons identificeren. Um, maar dat wist ik toen nog niet. Een lang antwoord op uw vraag. He, om te zeggen, um, toen was dat niet zo bewust. Het is pas nadien, nu ik ermee bezig ben en zelf opgeleid ben en, en telkens ook weer uitgedaagd wordt in een volgende opleiding, um, om Daarbij stil te staan en daar ook helemaal in te gaan staan. Mm -hmm. En vooral ook die perspectieven te leren innemen, vermoed ik. Met, met de nieuwe rollen dat je nu ja. in je leven ook kunt spelen, eigenlijk. Ja, alhoewel dat ik nu minder bezig ben met mijn perspectief en mijn rol, omdat er veel meer. Uh... En dat vind ik ook, ik hou van taal. Ik ben nou, heel taalgevoelig, dat blijft mijn grote liefde. Maar, hele, ik vind dat zo'n mooi woord. En hele gaat daarover, hè, van, voor mij. Hè, over. We hebben allemaal stukjes. En som, soms identificeren we ons met stukjes. En uiteindelijk gaat heling erover om jezelf te zien als een geheel. En dat geheel omvat. Een aantal stukjes. Maar ik merk in mijn praktijk heel, heel vaak dat het kijken vanuit polarisatie en dualiteit en het oordeel op jezelf, dat heb ik echt, Allee, ik heb vandaag twee sessies gehad, iedere sessie werken we daar rond. Hè? Of komt dat ter sprake van, wacht, oké. Okay. Gedenkingen, gevoeltingen, van daaruit gedraagt u. Ge. En als je daar zelf een oordeel op hebt, kun je niet helen. Er is maar heling mogelijk als er ruimte komt om te kijken waar komt dat stuk vandaan waar is die strategie ontwikkeld. Um, en dus voor mezelf ben ik minder bezig met rollen, want dit is uh, wie ik ben namelijk. Hè? Mm -hmm. In licht. essentie licht, in essentie ja. energie. Ja. Hè, en dat kan, want alles is energie, hè. dat is niet oh, oh, zweverig, dat ja. is gewoon uh, fysica en kwantumfysica. Ja. Um, en mijn, zoals uw energetische frequentie, kan natuurlijk veranderen. Um, maar dus ik zie mezelf wel als een geheel, met sommige stukken waar ik nog wel voel, oeh, hier word ik getriggerd en dan, dan lapt dat ego op en ego is helemaal goed, we hebben dat nodig, we kunnen niet hier op deze wereld dingen in de wereld zetten zonder ego. Alleen uh, als ik me bewust ben van, van hoe mijn ego marcheert en welke stukken ik soms moeilijk vind of in getriggerd word, dan kan ik het gaan gebruiken in plaats van dat ik ermee mee identificeer. Alleen het perspectief helpt me natuurlijk wel in het werken met mensen, hè, omdat ik hen ook kan aan de hand van verschillende methodieken, hè, um, voice dialogue, uh, inner child work, ga ik mijn master weer doen, systemisch werk, uh, lichaamswerk, hè, maar lichaamswerk gaat minder over, over het zien van meta- en uw stukken maar dus dat helpt allemaal NLP um, om te zien: oké. Okay, ik ben niet dit, ja, dit is een stuk van mij en als ik eruit ga, ik ben de piloot en niet de passagier. Mm -hmm. En dan kunt je gaan vliegen. Mm -hmm. <laughs> ja. Die, niet de acteur, maar de regisseur. Inderdaad, ja. Oh, van, van dat spel dat er eigenlijk al maar, alleen maar te spelen is. True. El, elke dag opnieuw. Ik ja. vond er ja, het al een hele mooie zinspeling, dat je maakte ermee dat ik ze nog even, uh, even wou vastpakken. Um, Wanneer ben jij, je hebt het al even genoemd in de tijd 2007, uh -huh. is er een carrière-switch gekomen? Uh -huh. um, waar, waar, is dat, waar is dat beginnen ontstaan? Waar was er misschien het gevoel van oké, okay, er is een, een einde van een periode, uh -huh. of juist een noodzaak voor iets nieuws, voor, uh -huh. voor die switch in je leven? Ja. Verschillende dingen, zoals vaak. Hè. Is dat ook een proces en hebben daar verschillende triggers in? Ehm. Um... Om te beginnen was er 2004, toen had ik ja gezegd op een monoloog. Terwijl ik daarvoor altijd uh, stukken had gespeeld met meerdere acteurs. Mm -hmm. hè, en dan heb je zoiets van, oké, okay, jij bent de papa, ik ben de mama, lalia, wij spelen samen en daar zit het publiek. Mm -hmm. Ik heb van in het begin van mijn carrière heel veel spanning gehad op uh, performen. He, dus dat was ik was heel zenuwachtig okay. ik, had echt, uh, ik was misselijk ik had diarree knikken de knieën hè. Nu, Jan de Kler uh, had dat ook, ik weet niet wat hij met nu nog heeft. Jacques Brel had dat ook, zelfs met mm, overgeven en al. Dus mm. ik troostte mij dan met die gedachte dat de grote... Mm. Of eh, ik vind Jan de Cler ja, een ja, grote meneer en wel, Jacques ja. Brel natuurlijk ook. Ik dacht, oké, okay, ja, dus... Uh, het, uh, dat betekent niet dat ik een slechte actrice ben, nee. want zij hebben het ook. Um, maar dus, er was altijd wel veel spanning. Um, <clears throat> en... Als je dan een monoloog doet, dan is er niet de ander. Dan is er jij en het grote zwarte gat. Mm -hmm. hè? Want natuurlijk, in een zaal is het donker en jij zit in het licht. En dat was super, super beangstigend. Dat echt, kwam mijn demonen gigantisch tegen. Um... En de ironie wou dat dus het verhaal... Uh... Er werd verteld vanuit het... Dus mijn personage was een, uh, een jonge vrouw die vertelde dat ze als kind heel graag marinebioloog had willen worden. Mm -hmm. En um, op haar zestiende een schooluitstap deed naar zo'n aquarium waar roggen mm -hmm. zwemmen. zo En ze was daar gefascineerd naar aan het kijken. En ze voelde iemand achter haar die haar aanrandde. En dat bleek haar leraar biologie te zijn. En natuurlijk, met die aanrading, aan, aanranding borg ze haar droom op. Mm -hmm. dus, en dat verhaal, ik zat op een stoel en dat werd heel ingetogen, heel spannend, heel intiem verteld. En de ironie wil dat hoe meer ik echt het gevoel had, als vele ik, ik sterf echt, ik haal dit niet. Hè. Mm -hmm. Echt pure angst aan hoe luider het, het applaus, De mensen zoiets zeggen van, maar dat is zo goed gespeeld, ah ja, <laughs> mensen voelden gigantische spanning, dat wel, hè? Ja. want dat meisje dat vertelde dat heel sec eigenlijk, mm -hmm. maar met een gigantische lading. Mm -hmm. En dus dan zie je, mensen vangen de lading op, maar ze weten natuurlijk niet ja, van waar komt die lading. Nee. En ik had alles geprobeerd. Ik ging natuurlijk geen kalmans pakken, want je zit op het podium, maar hè, zo wassaal licht. ik had de stenen in mijn, in mijn hè, edelstenen. Zo. Nee. Um, ik, er stond een technieker klaar, want ik moest die zien, want als ik flauw viel, dan moest die er staan. Um, ik was ondertussen in therapie, uh, al, al een tijd eigenlijk, uh, en mijn therapeuten samen met mijn huisarts en ik hebben beslist van oké, okay, dit gevecht kunt je en hoeft je niet te winnen. Mm. Dus ik heb die tournee dan stopgezet. Best een best moeilijke beslissing. Mm, uh, ja, ja. Mm. Je laat veel mensen in de steek. Uh, mm. dat is, ja. Mentaal lijden. En hè, nu, nu is daar wat opening voor. Nu gelukkig had ik Michael de Kok, was regisseur, met de he die heel begripvol was en heel respectvol ook. Um, maar dat was toch ja, pittig, heel lastig om die beslissing te nemen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk een eerste krakje in het pad. <laughs> um, dat heeft ertoe geleid dat ik dacht: Oké, okay, ik kan nu wel in therapie gaan en begrijpen mm -hmm. wat er gebeurt, waarom ik bang ben. Hè. Maar wat ben ik nu met mijn begrip? Mijn lijf zei iets anders. <laughs> mm -hmm. Ik krijg dat niet onder controle. En dus dan ben ik bij uh, Edelmaaks terechtgekomen, toen oh. nog psychiater aan de Universiteit in Antwerpen. Later heeft hij dan zijn eigen kliniek opgericht. En daar ben ik mijn uh, mindfulness-based stress reduction gaan. Uh, ja, ben ik daarbij aangesloten, heb ik dat no. acht weken gevolgd. Hè. Toen dacht ik: Ah ja, oké. Okay. Ik kan ook naast denken gewoon gaan voelen en daar geen oordeel over hebben. Minder oordeel, meer ervaren. Oeh, wauw. Amai, deze is nieuw. Hè? Mm -hmm. um, dus dat vond ik wel fantastisch. Dan ben ik daar heel lang, heel intens voor mezelf. Hè. Mediteerde ik een uur per dag. Uh, alleen mindfulness, mindfulness meditatie. en mm -hmm. wezen is er niet zoveel verschil. Maar, um... En um, dan kwam stilletjes aan zo het besef van wacht, maar is dit nog wel de manier waarop ik mensen wil raken en in beweging zetten? Samen met... Ik ben nooit een broodspeler geweest. Te, zeg, te zeggen... Ik heb altijd ja gezegd op dingen waar mijn hart voor klopte. En mm -hmm. niet ja waar dan mijn portemonnee voor gevuld werd. Hè. Mm -hmm. Ik heb soms nee gezegd op dingen waar mijn omgeving zei... Maar jij bent niet... Dat ze je zoveel betalen. En ik zei... Ik voelde het niet. <laughs> maar ik voelde dat het aanbod naar een vrouw van... Ik was toen rond de 40, Ik ben veertig. Ook anders begon te zijn dat er minder, minder rollen waren waar ik van zei oh, ja dat wil ik vertellen dus toen dacht ik wacht als ik niet meer helemaal hier op mijn plaats ben en ik krijg feedback dat mijn plaats ook niet meer zo gevraagd of nodig is mm -hmm. wat kan ik dan nog doen metgeen met waar ik het liefste mee bezig ben namelijk mensen hè? Mm -hmm. um, ja, wat ik zei ik studeer al heel mijn leven Mensen vanuit, vanuit enerzijds een, een passie, een interesse, een, een um een gevoeligheid, maar anderzijds ook wel zo. Hoe raar zijn we toch? Hè? <laughs> en um, ook soms nog een beetje angst. Ik zet me niet in grote groepen, dat is niet mijn meug. Um, ik hou van kleine groepen, van één op één. omdat ik je dat ook voelen direct. Gaan alle deuren open, mijn hart. Mm -hmm. Ik ben een heel. What you see is what you get. Hè? Mm -hmm. Ik heb geen moeite om mij kwetsbaar oprecht te tonen. Maar in grote groepen denk ik. Oh, ik hou van, ik hou van uh, diepgang, intensiteit. En ik krijg dat niet goed geregeld, dat... Hé, hey, hoe is het? En dan denk ik, wat moet ik nu zeggen? Uh, ja, goed. Hè? Maar, allee, ik, ik kan dat gewoon echt niet goed. Ik ben getrouwd met iemand die dat heel goed kan. Dus dat is, die pak ik dan overal mee Saba. naar regelheid. ja hè? ja in gang op stap. Ja, voilà, dus dat, inderdaad. Ja. Ja. Maar... Um, dus, en toen dacht ik: Oké, okay, ik ga psychologie studeren aan de universiteit. Tot ik uh, in mijn netwerk iemand tegenkwam, hè, we spreken in 2007, die mm -hmm. zei: Ik ben iets heel interessants aan het studeren, dat is um, professioneel live en mental coaching. Ik zeg: Oei, dat? ik had er nog nooit van gehoord. Ik kende een voetbalcoach, een tenniscoach, ja. hè, maar een mental coach. Mm -hmm. Dus toen ben ik naar de Coaching Square uh, gegaan, en uh, dat was zo'n infoavond. En ik dacht, ah ja, oké. Okay. Dus toen zeiden ze: er is een overlap met therapie en psychologie. We zijn namelijk bezig met de psyche van de mens. Hè. Alleen is het een resultaatgericht en toekomstgericht. En gaan we niet naar, naar uh, ja, de, de psychosomatische dingen of de psychopathologieën. Um, en toen dacht ik, ah ja dat is iets voor mij. Hè. Resultaatgericht, toekomstgericht, uh, niet bezig zijn met, met per se de ziekten of de donkerheid, maar gelijk de personages. Personages, gelijk als Schijn en ik, met dan een rugzak, waardoor dat ze dingen niet geregeld krijgen. Allee, hè. Dus um, dacht ik, ja, dat ga ik studeren. En dan ben ik dat gaan studeren. En dan zachtjes aan speelde ik wat minder en, en, en werkte ik wat meer. Ik ben eerst echt begonnen in de bedrijfswereld. Met mijn diploma, ik ben ICF gecer gecertificeerd, een PCC-coach. Mijn diploma is daarvoor, hier in, in bedrijven, mijn leidinggevende. En, en, en toen met teams gaan werken, en dan ja, in 2020 heb ik de Ademruimte Academie opgericht mm. om daar. En dus je hebt enerzijds vele dobbelaren die dan met een klein groepje mensen vaak leidinggevende uh, CEO's, zaakvoerders echt in de diepte gaat. Mm -hmm. um, en dan de Ademruimte academies voor iedereen om het mm -hmm. welzijn toegankelijk te maken. Ik zeg nu voor iedereen en ik ga mezelf daarin corrigeren: voor iedereen die wil piloot zijn mm -hmm. en die passagier. Hè? Ik. Ik ga niet meer, ik ben 57 jaar, ik vind dat fantastisch ouder worden. En ik ga mijn energie niet meer steken in mensen die denken dat ze uh, willen werken aan zichzelf en het eigenlijk niet willen. Eventjes tijd voor een adempauze. Mogelijk gemaakt door Gervie, gepassioneerd co-creator van jouw levensstijl. Volg eventjes mijn ritme en adem door je neus. Adem in twee, drie, vier, vijf, zes en uit. twee, drie, vier, vijf en zes. in. drie, vier, vijf, zes en uit. twee, drie, vier, vijf en zes. Uh, ik heb niks te overtuigen, ik heb niks te verkopen, ik heb niks te... Ik, ik kan heel, ben heel confronterend als coach, vanuit verbinding wel, maar ik uh -huh. denk dat dat nodig is. Maar ik ga niet meer trekken en sleuren, dat... Nee, dat, dat is mijn... Dat is, dat is niet waarvoor ik dan... Allez, dat, dat is niet meer. <laughs> dus, dat is voilà. licht niet. Nee, dat is mijn licht niet. Nee, dat is mijn licht niet. Voilà. Nee. Dat nee. Dat laatste is voor mij iets... Dus dat is heel herkenbaar uiteindelijk. Ik ben, ben tien jaar kinesist geweest. Allee, ik heb die, ben uiteindelijk uiteindelijk altijd hè, gediplomeerd, maar mm -hmm. eh, ik, ver, ik vervul die rol niet meer, omdat ik ook gewoon begon te merken van oké, okay, er zijn te veel mensen die op voorschrift van een arts dan, en met... symptomatisch dan wel, uh, tot bij mij kwamen, en, en met alle kennis dat ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, omdat ik ook ging voortstuderen, want ik wou ook begrijpen waarom komen die symptomen tot stand, ja, wat zit daarachter, ja, ja. oké, okay, daar zit een mens achter, dat zijn heel veel systemen, en, en ik ben nogal altijd ongelooflijk nieuwsgierig, en ik blijf bij bijleren, maar ik begon te ervaren dat ik begon mensen te overtuigen om te willen veranderen. Ik, voilà. En dat is iets dat begon mij, één, dat heeft mij heel veel energie gekost, en twee, vooral heel veel frustratie opgeleverd. Ja. Want mensen vonden het heel interessant wat ik te vertellen had en wat mm -hmm. ze allemaal konden doen. En ze kwamen elke keer terug en ze hadden er helemaal niks mee gedaan. Ja, ja. ja, maar ik heb toch nog vijf, zes, zes ja. En dan begon ik eens zoiets van, oké, okay, ja, maar ik wil, ik wil inderdaad werken met mensen die, en zo, mm -hmm. zo omschrijf je dat dan, die dat verantwoordelijk willen zijn voor zichzelf in mm hun -hmm. eigen leven. Ja, ja. ja en dat, hoe moeilijk dat dat ook is, want we hebben allemaal onze blinde vlekken waar we nog niet klaar voor zijn. Je mm -hmm. groeit in zo puur tempo en, ja, en dat... Het proces heeft zijn eigen ritme van iedereen. En daar heb ik alle respect. En, en ik ben echt... Ik ben heel mild en tegelijkertijd ook confronterend. Uh, ik denk dat dat echt typisch aan mij is. Uh, een grote mildheid, maar wel... Bah, hier... Um, omdat, dat, omdat ik geloof dat dat nodig is. Mm. Wij zien zelf dingen niet. heb heeft iemand anders voor nodig. Um, maar er is een fundamenteel verschil... tussen bewustzijnsontwikkeling op uw tempo... met de dingen... Die je al kunt zien of u nog te veel baat hebben bij het perspectief van het slachtoffer. En daar is niks mis mee. Nee. Hè? Echt niet. En dat is een perspectief dat heel dienend is. En nogmaals, ik heb daar geen oordeel op. Ik stel gewoon vast dat als mensen kiezen om daar nog te zitten, en dat is niet voor altijd, maar dat ik ze niet. Kan helpen en dus ook niet meer wil helpen. En dat betekent ook dat ik soms een traject stop en zeg: Kijk, mm -hmm. voor mij stop het hier, want ik, ik vertel u iedere keer hetzelfde. Het verschil tussen een therapeut, een psycholoog en een coach is: bij mij komen mensen om de drie, vier weken. Hè? Mm -hmm. Uh, omdat we resultaatgerichter en toekomstgerichter zijn. Mm -hmm. ik ben een therapeut-psycholoog komen mensen één keer in de week. Hè? Dat, is echt, dat is een andere methodiek. Mm -hmm. nu, veel collega's van mij zijn ook psycholoog en therapeut. Er is meer en meer uh, over, overlap, zal ik maar ja. zeggen. Maar je betaalt mij niet hè, uh, om één keer om de drie, vier weken, anderhalf uur, hetzelfde te zeggen. Dat heeft mm -hmm. geen zin. Hè. Dat kost mij tijd, mijn energie, dat kost u tijd en energie. Dus dan durf ik ook zeggen: voor mij stop het hier. Hè. Je mm -hmm. kunt beter iemand anders zoeken die wel telkens daar opnieuw wil horen. Hè. Ja. Uh, maar dat ben ik, ik niet. Ik heb mm -hmm. al niet veel geduld gekregen. Dus mm -hmm. <laughs> ja, ja. Mm -hmm. hè, dat is de... Zo heeft ieder van ons goede en minder goede eigenschappen. En ja. wat is dan goed? Hè, dat is dan ook weer een oordeel. Maar. Mm -hmm. um, als je snel vooruit wilt gaan, hè, dan ben ik uw coach. En als je heel veel hetzelfde wilt zeggen en wat ventileren, dan denk ik: dan moet er niet meer naar mij komen. Ja, er zijn andere mensen Er zijn of... andere mensen voor, ja. Van. ja. Yes. Oh ja, dus in, het zich heel ja en bij u ja. zal dat ook wel zo zijn. Hè? Allee, mm -hmm. Vorige week, ja, Mate, ik ben uiteindelijk last minute ik, ik gegaan. Ik heb het gezien op Instagram. Ja. Ik denk: Oh, die was er. Die ja, gaan. ik heb maar u gezocht, gezocht. Wel, gezocht zalaan, maar joh, ja maar, maar ik goed, kwam man. van een andere. Ik kwam van het eh, Organization ja. of the Future event. Uh, Fantastisch leadership. Mijn Jeff uit. Wat een topman. Hm. Ja, ja, allee. 33.000 mensen onder u en zo bezig met bewustzijn, met leiderschap en verantwoordelijkheid, mm. wat jij zegt. Met cleaning up. You got to clean up. Als uw verleden vol zit met rommel, dan zegt hij ook, dan kun je niet leiden in het nu en al zeker geen toekomstvisie mm. hebben. Dus dat was een prachtige dag, want ik kwam ja, daaruit en ik ging naar Rotterdam. Maar ja. ik was echt just op tijd. Ja. En ja, Gabor Matee, enfin, ik vond het nu wel, hij heeft niks nieuws verteld, het is wat je kent en weet, hè. Oh. maar daar in die zaal zitten en een ah Ahoy gevuld met meer dan 4000 mensen die bezig zijn met trauma en heling, dan denk ik, wauw, mm -hmm. het gaat wel goed met de wereld. Nee. <laughs> en natuurlijk, die vertelt ook dat, hè, dat uh, symptoom is een symptoom. Laten we dan gaan zien wat zit eronder. Ja. En je kunt vandaag de dag, vind ik, als je een beetje onderlegd bent. Um, allee, dat is misschien wat kort door de bocht mm -hmm. uitgedrukt. Maar in ieder geval. Het is gewoon heel helder dat mentaal, emotioneel en fysiek. En hij durft het ook uitspreken, spiritueel. Hè, ja. Dat dat verbonden is. Mm -hmm. Lichaam en geest zijn niet samen. Nee, die zijn één. Allee. Mm -hmm. Dus, en dat hoort gedaan door iemand, allez, toch, de man heeft wel, wel allez, het een en het ander op zijn palmarès. En dan ja. denk ik, oké, okay, ja, dat is heel mooi en dat is heel troostend dat er zoveel mensen zijn die daar. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen, inderdaad, bij u als kinesist ook, dat als er veel mensen komen die, die lijden en die dan niet naar iets anders willen kijken dan alleen het, sy het symptoom, dan is dat frustrerend. Mm -hmm. Dat is water aan de zee dragen. Dat is water aan de zo, zo heb ik dat vooral ervaren. Ja. En, en vooral ook, en wat je er juist ook zei: ik, had, ik heb ook nog altijd heel veel empathie en heel veel begrip voor mensen. En dat was op die moment, in die rol, ook een beetje mijn valkuil. Omdat je, en dat weet ik ook goed genoeg, en zeker als we dan over zieke mensen spreken: de symptomen die dat, dat lichaam al begint te uiten in ziekte zijn. Zo diep geworteld en dat zit zo verankerd in hun dagelijks leven, in, in hun relaties met hun partner, met hun kinderen, met hun wel of niet job, met hun collega's, met hun vrienden, dat dat, dat, dat Ik kan mij dat wel inbeelden dat, dat, dat heel veel mensen daar niet griezelig. bereid toe zijn. Ja, voilà. heel griezelig. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar tegelijkertijd ook, als je dat herkent, dat is super griezelig. En het goede nieuws is dat. En daar ben ik blij, ik zeg het, ik ben 57 jaar, ik vind dat fantastisch ouder worden. Ik ga nu binnen twee weken begint mijn eh, Master in mm -hmm. child Work. Ik heb, het zo, ik heb zoveel geleerd al. En het is echt mogelijk. Als, er, als, er, als mensen een klein beetje moed verzamelen, mm -hmm. dan zijn er veel helpende methodieken, systemisch werk, het veld, whatever. Er zijn verschillende manieren om mensen te laten zien al van... Ah, oh, wacht. Daarom heb ik die strategie ontwikkeld. Mm -hmm. Dit is wat ze mij brengt. Want alles is bewustzijn. En als je bewust bent, dit is wat het perspectief, de rol van, de, van het slachtoffer, zullen we het nu maar hè, karikaturaal mm -hmm. een yep. beetje, of archetypisch noemen. Want mm -hmm. dan zitten we in een drama-driehoek. Redder, slachtoffer, aanklager. Dat als je, dus als er bewustzijn is rond... Ah ja, dit is de rol... Dat is een strategie die ontwikkeld is op basis van een lijden dat te groot was voor mij op die moment. Als dat bewustzijn er al komt, dan komt er een mildheid. En, en dan is het zoiets van... Ah ja, oké, okay, dit is niet wie ik ben. Dat is wat ik nu aangeleerd heb om te overleven. Is dat erg van mij dat ik overleef? Nee, natuurlijk niet. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk is dat niet erg wat kan ik aan het doen ben. Ah, nee, dat is helemaal niet erg. Ah, en zie je, dan komt de ruimte. En dan kunnen mensen in die ruimte gaan zien. Wat kan ik al een beetje bewegen? Wat is er spannend en haalbaar? Hm. En in die zin ja, ben ik wel heel hoopvol. Omdat er meer en meer mensen zijn, omdat er meer en meer methodieken zijn en mensen die dat ook studeren. Hè, mensen zoals ik dan. En andere hè, psychologen, therapeuten en coaches die die, die die methodieken tot de mensen brengen, waardoor dat er die ruimte komt waarin dat ze kunnen helen, eigenlijk. Of aan de slag gaan met dat proces. Ja. En vooral ook, om er juist nog even terug op Gabor Maté te komen, wat ik daar vooral ook weer... Het was niet nieuw, maar dat, dat we als kind op de aarde komen... Dat we dat er voor ons gezorgd moet worden, hè? dat we verwachtingen hebben. En dat we die verwachting van die veiligheid hebben en die verwachting van die authenticiteit. En voor mij is vooral die veiligheid, omdat Hem ook over die emoties gesproken heeft, mm -hmm. voor mij is daar eigenlijk de puzzel, heb, heb ik hem voor mezelf kunnen leggen al zien? misschien een van de belangrijkste roles dat wij als, als helper, als therapeut, als coach, als psycholoog, mm -hmm. kinesist, voor mij in het verleden, of hoe ik nu met mensen ook nog werk, dat wij misschien hebben is, is gewoon. Dragen wat dat daar is. Uh -huh, uh -huh. Is zoals Gabor zelf uh -huh. ook zei: van een kind moet razend kwaad kunnen zijn. Uh -huh. En moet gewoon erkenning krijgen. Oké, okay, je bent boos. punt. Uh -huh. En niet te horen krijgen dat mag niet, of dat die uh -huh. stout, of juist uh -huh. Uh -huh. erkenning krijgen, en gooit nog wat olie op het vuur. Uh -huh. En nee, gewoon dragen dat wat dat er is. Uh -huh. In deze voorbeeld nu met boosheid, Maar even goed, met angst en met verdriet, zeker, en zeker. Dat, dat we. Dat we als kind, wat we perfect kunnen, ons lichaam kan, dat, dat zelfregulerend vermogen, dat moet gewoon de toestemming krijgen. Mm -hmm. Ja, en daar is nog veel uh, werk rond te doen, zowel kenniswerk uh, eh, als, als ervaring. Want bijvoorbeeld, ik had uh, twee weken geleden, uh, <coughs> de vrijdag na de donderdag, uh, van Gabor Matei, mm. had ik een uh, ademdag. Jij eh? uh, doet ook ademwerk. Ja. ...in een groep van dertien uh, mensen. En uh, ik werk dan... ...een één sessie ademt de ene. Uh, mm -hmm. Het is regulerend ademen. Oh. Uh, dus niet ontstressend en kalmerend... ...maar echt hè, om te zorgen dat die trauma's en die emoties kunnen loskomen... ...of wat mm -hmm. er klaar zit kan loskomen. Oh. En dus één persoon ademt en een andere zit bij. Mm -hmm. En dan zie je... Hoe moeilijk het is voor mensen, dan kijken die ook constant naar mij, van help, wat moet ik doen? Om iemand die in zijn trauma gaat, hoe dat, dat er bij mensen ziet, dat er allemaal anders uit. Hè? De ene schudt en trilt, hè? de andere uh, weent, de andere roept, de andere ligt gewoon heel stil te, te genieten, bij wijze van spreken. Hè? Um, maar dan zie je hoe moeilijk het is voor mensen om daar gewoon... Bij aanwezig te zijn, zonder. Oei, allez, kom, en het is goed, en. Shht, en shht, hè, Dus daar, hebben echt, daar zijn wij echt miskweekt gewoon. Mm -hmm. Wij willen direct. Uh, allez, fff, hè, dat onderdrukken of, of meedragen of sussen, inderdaad, ja. Mm -hmm. En dus, um, dat is altijd interessant om dat te zien en ook mensen daarin te spiegelen van. Kijk eens, hoe, hoe, hoe moeilijk is dat voor u? Mm -hmm. En wat maakt dat dat zo moeilijk is? Hè? En, en er zijn vrouwen van, ja, ik zou willen dat er, dat er voor mij... Als, als ik zo verdrietig ben, dan wil ik dat er voor mij gezorgd wordt. Zeg. Mm -hmm. Dat snap ik. Maar zorgen voor betekent dat u betuttelen en zo... Tok, 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 tok. Je kent Allee, tok, 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 Dat is niet zorgen voor, hè. Ja. Ja, en dan kun je dat mensen laten voelen, de draagkracht van mm -hmm. oké, okay, ik zal een kick het meedragen door mm -hmm. ruimte te maken, aanwezig te zijn en u te zien in wat er op die moment ook is. Maar dat is voor veel, veel mensen heel, heel moeilijk. Mm -hmm. Ja, dat, heeft, allee, dat is mijn ervaring uh, en dat kan ik uit, uit eigen ervaring ook vertellen. Hoe meer dat je zelf daarvan doorwerkt, mm -hmm. hoe meer dat je er een van je eigen oké okay mee kunt zijn. Mm -hmm. Dus dan word je daar ook niet meer op getriggerd door een ander. Want dan is het... Ik, als ik daarop terugkijk zelf, ik ben, dat is een, bijna vier jaar geleden ben ik heel intens aan mezelf beginnen werken, met, met sessies en met, met ceremonieel werken en dergelijke. En ik denk dat ik een, een heel jaar alles wat ik deed, altijd huilen. Altijd halen En als ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja, oké, okay, ik, ik liep echt met een berg verdriet op mijn rug, mm -hmm. maar een enorme berg verdriet. Mm -hmm. En er is een laatste ceremonie geweest, en dat weet ik nog heel goed, dat was op een, op een reis met shamanen, ook in Peru. En daar heb, ik nog, daar heb ik nog fel gehuild. En buiten de keer dat ik um, thuis kwam als ik tegen mijn vernoten vertelde dat ik ging stoppen in de praktijk, wat een mm -hmm. voor mij een moeilijk moment was, omdat mm -hmm. we iets samen opgericht toen heb ik heel acuut ook eventjes gehuild, maar dat is de laatste keer geweest in de afgelopen drie jaar. Mm -hmm. Dat kleine geluksmoment. Aangeboden door Gervi, gepassioneerd co-creator van jouw levensstijl. Neem even pen en papier of spreek het laarop op uit voor jezelf. Drie dingen waar jij dankbaar voor bent vandaag. Voel vooral het geluk dat die momenten jou gebracht hebben. Jij creëert je eigen geluk elke dag opnieuw. En vooral ook, ik ging ook altijd sussen en ik kon geen mensen zien. Of ik moest per se troosten. Mm -hmm. Want oh ja, als ik iemand kon troosten, één, dat verdriet ging minder zijn. En ja, dan was ik wel een goeie. Hè? Mm -hmm. Maar, en, en dat is ook zo'n misbegrip, misbegrip sorry, rond verdriet. Het is niet omdat iemand verdrietig is dat die getroost moet worden. Alles behalve. Ja, of wat is troost? Hè? Ja, of ook al, inderdaad. Voilà, ja. Ja. Ik wil wel getroost worden, misschien, maar mm -hmm. niet doordat iemand zegt, kom, stop maar met wenen. Want mm -hmm. eigenlijk, tok, 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 ja. wat doe je dan? Stop nu maar. Kom, stop, want Ik kan daar niet tegen. Mm -hmm. Jij moet stoppen, want ik kan er niet tegen. Ja. Eigenlijk is dat de communicatie. Hè? Ja, um, terwijl troost zou kunnen zijn... Ja, hier is mijn schoot. En als je wilt, mm -hmm. ja. leg er u maar in. Mm -hmm. hè? Tot, tot, het, ja, tot ja. het over is of voorbij is. Mm -hmm. hè? Die golf van, van verdriet. Want ja. dat weet je dan als je zoveel je weet dat het is een golf. Hè? Dat komt. en mm -hmm. maar dat gaat ook weer. Hè? Alle geluk. Ja, maar soms zijn er mensen, die, als die lang hun verdriet onderdrukt hebben, die zeggen tegen mij, ik, ik durf niet beginnen. Want mm -hmm. ik ga drie jaar wenen. Dus mm -hmm. ik, ik, dat, ik ken dat gevoel. Ja. Hè? Dat is een gevoel, maar dat is niet zo. Ik heb nog nooit iemand drie jaar zien weinig. Nee. Ik wou je zeggen, en dan zeg ik zelf altijd... Maar begint dan al, dan ja. zien we dan wel weer. <laughs> ja. <laughs> maar, ja. Ik heb genoeg zakdoeken. Voilà. Maar het is gelijk <laughs> dat je zegt, hey, inderdaad. We zijn... Of mensen zijn zelf zo bang. <clears throat> en, dan, en, dan, en dan benoem ik duisternis niet in het negatieve, maar wel van dat wat, dat wat dat al zo lang geen licht niet meer gezien heeft. Om dan terug de brug te slaan, dat dan te starten. Maar wij hebben voilà. echt... Dat vind ik de grootste misvatting, denk ik, in onze maatschappij en onze opvoeding, dat wij zo pijnvermijdend zijn opgevoed alsof het leven alleen maar jolo is, mm -hmm. en alles is er ook op gericht, hè? social allee, niet alles. Maar mm -hmm. hey, in die social media en dat alles moet je yeah, leuk, schoon, uh, happy zijn. Dus. Daarin ben ik sowieso fan van Dirk de Wachter, maar volg ik ook zijn filosofie. De kunst van waar ongelukkig zijn. Het leven is ook schoon in zijn zwaarte. Is ook Zo, schoon in alles wat schuurt. En daar heb ik het geluk van... Om naar terug te komen op de aanhalingstekens, dramatische actrice. Ik heb het geluk dat ik van nature daartoe aangetrokken word. En door... Het lijden, de pijn, waar het schuurt. Um, dus dat is een, een voordeel hè? Mm -hmm. op alle vlakken, ook in mijn privé. Hè? Ik weet, mijn man en ik, uh, toen we elkaar leren kennen, 16 jaar geleden, hè? dus hij is helemaal anders, één, uh, opgevoed, en twee, um, hij zit anders in elkaar. Hij is heel erg pijnvermijdend en alles moet... Juif, oh, oh, want anders dan, he, kan hem er niet goed mee om. Mm -hmm. Toen, he, nu is mm -hmm. dat ook al geëvolueerd natuurlijk. En bijvoorbeeld, we kregen op een gegeven moment toen waren we nog niet zo lang samen het bericht dat zijn grootmoeder van, uh, in de negentig stervende was. En hij had zoiets van: Ik kan daar niet naartoe, want ik kan daar niet aan. Ik weet niet hoe dat ik met de dood om moet. En ik heb zoiets van: Tuurlijk wel. Ik zeg: Ik eerst gaan. He, Zet u maar achter mij. En voelt maar wanneer dat je er klaar voor bent. Maar mm -hmm. ik heb dus van nature geen angst daarvoor. Mm -hmm. uh, vraag binnen nu dat komt, dat heb ik nog niet geanalyseerd. Dat is eigenlijk ook niet interessant voor mij om te analyseren. Wat is, ja. nee, nee, voilà, is dat? Maar ik merk wel dat het eerder uitzonderlijk is. Hè, en dat het ook heel helpend is. Omdat nadien was mijn man super blij dat hij er wel was. Mm -hmm. Eén, dat hij dat gedurfd heeft. Twee, dat hem dat gedaan heeft. Drie, dat hem dat meegemaakt heeft. Want ook. En mijn mama is gestorven, wij zijn daar vijf dagen bij geweest. Ja, dat zijn toch de schone momenten van het leven. En dat klinkt nu zo: huh, hoe kan dat? Ja, die intensiteit waar leven en dood zo dicht bij heen komt. Dat is waarom dat mensen die zotte dingen doen, drugspakken uit vliegtuigen springen om mm -hmm. dat te voelen. En als je van nature daar een talent voor hebt om die momenten te zoeken, te herkennen en daarin te gaan en dat te voelen, ja, dan zijn je een rijke mens. Hè? Dus ik ben een rijke mens eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> ja. ja. En om daarop aan te vullen, niet alleen daar bewust van te zijn, maar daarin bij je eigen te kunnen blijven en te voelen. Hoe te voelen wat dat er te voelen is ah, gewoon. Ja, ja. gelijk dat je er juist zijn, waar dat heel veel mensen willen weglopen, en, dus ook, en dat, is, dat is mijn perceptie, dan gaan we heel vaak in de tijd reizen in ons hoofd. Want mm -hmm. dan moeten we, Allee, we gaan uitzonen of gaan dissociëren of ergens anders naartoe, of ons eigen gaan mm -hmm. afleiden. Mm -hmm. En gelijk, dat je juist zegt, en dat, is, dat vind ik een van de mooie aspecten van het menselijke leven, die emoties. Ik zeg altijd, er is geen slechte emotie. Die is er nee, niet. Nee, nee, nee. Dat is, dat is, is, dat is belachelijk. Gelijk, zo, voilà, positieve en negatieve, dat bestaan eigenlijk voilà. niet. Hè? Verdriet is rijk. beleidsheid, is rijk. Angst is rijk. Mm -hmm. Het is, is, is verdikken uw lijf dat mm -hmm. tegen u spreekt. Mm -hmm. Zo'n rijkdom hebben wij. Mm -hmm. Als je er bereid toe bent ja. om het te kunnen doorvoelen en, en, heel, en heel het vooral. Maar dat is iets wat ik heb mogen ontdekken in de afgelopen jaren door met mezelf aan de slag te gaan door de... Door de rijkdom, en voor mij is het zelfs gezegd, al passiever taal, voor mij onze emoties, dat is de taal van ons lichaam. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik kan toegeven, ik verstond er geen fluit van. Ook niet als kinesist, want dat is dan toch straf. Ja, Eigenlijk zet maar... je daar wel in opgeleid. Ja, maar hoe ik vooral ben opgeleid, en vooral hoe ik mezelf heb laten opleiden en op mezelf heb opgeleid, was heel rationeel. Mm -hmm. Ik was en ik kan zeggen, ik ben nog steeds, ik ben een hele slimme, ik weet heel veel. Mm -hmm. En toen ook, elke keer opnieuw, ja, mijn, mijn ratie... Ja, daar krijg je applaus voor, hè. Tuurlijk. Amai, dat tuurlijk, een slimme. Wel, de Thomas is voilà. een slimme. En een kind ja. denkt dan, ah ja, ik ben een slimme. Wel, dat is dus mijn rol, dat is dus duidelijk. Ik heb hier dat papiertje op mijn kop, ja. de slimme. De slimme, inderdaad. <laughs> ja. ja, en als je het moet weten, ga het maar aan een Thomas vragen. Voilà, ah ja, ah, dan zien ze mij, eens, hè, want ik ben ja. een slimme. Ja, ja. En, en ook weer, bij mijn bewustzijn, die rol heeft mij lang gediend. Tuurlijk. En ook dat is een van de Zeker. redenen waarom ik er nu niet meer ben in de praktijk. Ja. <laughs> ik, heb mm -hmm. dat, ik heb mogen leren dat ik dat niet meer nodig heb. Mm -hmm. De goedkeuring van die andere mensen. Van, mm -hmm. Ik zeg tegen de mensen soms op mijn slechtste, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. zag ik 120 mensen op een week. Oh, dat is en kon ik, er, kon ik mijn uiterste best doen om voor 120 mensen per week de hel te zijn. De goeie die dat hun kon helpen, die dat hun begreep, en die dat advies had en die wist de antwoorden op hun vragen. Maar ik er juist al gezegd, als mensen zo iemand ontdekken, en ze moeten van een dokter ook weer, tussen aanhalingstekens toch een aantal keer gaan, ja, heel veel mensen vinden dat best wel fijn om dan ja, te ja, moeten ja. gaan. Ja. Waar ook niks mis mee is. Nee, helemaal niet. Alleen inderdaad, als jij dan merkt dat, ze niet, dat het hen niet brengt bij hun proces, voilà. dan is het niet duurzaam. Hè? Want nee. dan blijft je geld uitgeven aan externe ja. bronnen, ja. terwijl mm -hmm. ja, dat ja. toch... Samen is eigenlijk. Ja. Ja. En bleef als therapeut met een gigantisch volle agenda zitten. Dat is waar. Ja. En komde ook geen stap vooruit. Want dat heb ik vooral ook geleerd. Ja, ik gaf, ik gaf eigenlijk alles weg, voor ja. die goede te willen zijn, ja, ja. en ook wel voor die intentie ja. om mensen te helpen. Maar ja, je, je geeft alles weg. Ja. Alles geefde weg. En wat heb je daar nou nog weer over voor uw eigen, voor uw eigen, mm -hmm. zelfs nog niet per se je groeiproces, maar gewoon voor. Qua zelf zorg voor het doen. Ik zeg tegen de ja, er was zelfs geen tijd om geld op te doen. Je verdiende te veel geld. Ja, er waren heel veel mensen die daar kwamen. Maar... maar dat allez, is ook zet. Ja, voilà. Jij ja. kent een Tom de Prest ook. Hè? Ik ja, heb zeker. hem hier ook al op de podcast ja. gehad. We hebben, hebben een heel gelijkaardig gesprek gehad. Ja. Gewoon geen tijd, omdat je zo plietsbewust... Ja. Of je de geloofsovertuiging hebt dat je zo plietsbewust bent om er constant te moeten zijn ik voor mensen. dan nog altijd wel een valkuil van mij, hè. want want zeg dan ook als er echt iets is hè, tegen mijn coaches of mijn menties, mm -hmm. um, stuur mij een WhatsAppje, want ik ben echt begaan met mensen mm -hmm. en dat is ook goed natuurlijk. Ja. Ik ben ook hè, toegankelijk en ja, en, ja, hè. en soms zeggen die oh ja noodgeval en dan denk ik ja eigenlijk. Hm. Eigenlijk zit mijn agenda vol. Ik propper dat dan toch wel weer bij. Of tussen, of s'avonds, of in het weekend. En... Ja. Dus dat blijft natuurlijk, denk ik, voor mensen zoals wij, die echt wel mm. nee, voor anderen willen, anderen willen helpen en, en voor mm. anderen willen zorgen en daar opgeleid zijn en middelen toe hebben, een valkuil. We oh, zijn niet klopt. voor niks zorg- en hulpverleners. En dat, dat is ook niet mis, als je daar leert kennen van. En, en dat, blijft, dat blijft soms, ah oh ja, op, ik ben wat over mijn grens gegaan. Oké, okay, ja. Maar ja. dan kun je erna nou ook weer even terug onder gaan. Ja. Als je er bewust van bent. Ja, ja. Ja, en in die periode was ik er niet bewust van. Dus wat was dat? Van 8 tot 8 agenda vol. Ah ja, echt noodgeval. Ja, komt dan nog maar om 8 uur s'avonds, of om s morgens om half acht, of om 7 uur zelfs. En, en dan doet dat het een paar keer. En dan vragen ze dat op de deur. Want ja, maar kan dat dan nog? Of gelijk in het weekend gelijk dan juist? Nee. Hè? Ja, maar ik ben al eens een keer op een zaterdag. Kan dat nu niet? Want eigenlijk in de week lukt het niet. Ja, en. en... Uw eigen grenzen vervagen nee, gewoon. Ja, en ik voordat zeg je het... het weet, ah ja, oké. Okay, voilà. ja. Ja, Zijn zij gewoon fulltime hulpverlener? Mm -hmm. En is dat de enige rol die je nog te spelen hebt op die moment? Mm -hmm. ja. Ja. En ook weer heel rijk, heel blij dat ik dat allemaal er mogen, heb, mogen ervaren heb en dat ik die lessen er heb mogen mm -hmm. uit leren. Mm -hmm. En dat ik mezelf nu in een heel een andere rol heb kunnen zetten die dat mm -hmm. op deze moment in mijn leven wel dient voor mij. Mm -hmm. ja. Maar blijft dat niet zo... Allee, ik, ik ben mm -hmm. uh, daar straks over de middag naar mijn uh, osteopathen... Mm -hmm. Allee, kinesiste mm -hmm. geweest. En die is natuurlijk ook... alleen niet natuurlijk. Die is heel erg bezig met wat wij mee bezig zijn. Een fantastische vrouw. En ik zeg, ja, maar uw handen blijven toch uw grootste cadeau. Mm -hmm. um, want ze heeft ook ademopleidingen gedaan. Ja. En ze zegt, ja, soms adem ik mijn patiënten. Maar... Ze moet daar haar weg nog maar vinden. En ik vroeg: ja, is dat dan uw weg? Is niet de weg via uw hand, omdat die prachtige gouden handen heeft. Mm. Um, bij mij. Allee, mijn stem zal altijd een middel blijven om mensen te raken en in beweging te zetten. Mm. Vandaar ook mijn online platform. Yep. En toeval wou dus Liesbeth Boen, hè, heet men, uh, misschien kende ze wel uh, ja. nee, mm. mm. um, Liesbeth <clears throat> En ik had daar zo kaartjes, flyers van mij gelegd. En ik kom buiten en ik passeer de wachtzaal. En een vrouw zegt, mag ik u bedanken? Ik zeg, ah oh, ja, oké, okay, ja. Dank u wel voor uw prachtige stem. Waar ik iedere dag hè, mijn dag mee begin. Ik zeg, ah, oh, prachtig. En dan zie je... Um, ja, dat is toch... Mijn krachtigste, meest impactvolle instrument. Dus alles wat ik... Doe en zal doen, hè, ook al eh, dat energetisch werk, dat ademwerk, dat systemisch werk, dat vind ik allemaal fantastisch. Maar mijn stem zal er altijd een rol in spelen. Hmm. Misschien is dat bij u toch ook wel dat uw handen altijd een rol zullen blijven spelen. Hmm. Ja, want daar heb je zoveel mee gedaan en zoveel mee gevoeld. En... Dat is, een, dat, is een, dat is een tool die dat ontwikkeld mm. geweest is ook. Ja. Dat ik met mijn opleiding bij. Heb ik 15 jaar heel actief, heel mm -hmm. veel mensen aangeraakt, heel veel lichamen gevoeld, ja. heel veel bewegingen. Fantastisch, die hebben zoveel ja. ervaring, die handen. Ja. ja, en ik heb ook heel veel de complimenten gehad van gouden handen te hebben. En vooral ook, en daar ben ik mijzelf heel bewust van wat ik zei, dat is een enorme tool. En ik heb geen idee hoe dat jij voelt met je handen of hoe de andere mensen voelen met hun nee, handen. Nee. Nee, nee. Maar ik kan heel veel voelen met mijn ja, ja, handen. Voilà. Maar een van de redenen, wat ik daar juist zei, is, is, is voor mij ook vanuit dat gezondheidsperspectief dat ik voor een stuk en zelfs voor een groot stuk niet meer geloofde op die moment in de rol dat ik mm -hmm. opnam. Mm -hmm. En dan merk ik nu ook dat de laatste maanden dat mijn perspectief daar weer heel hard in aan het veranderen is. En ik heb, ik heb geen idee wat dat de toekomst gaat brengen. Mm -hmm. en, ik, en ik moet het eigenlijk ook allemaal niet nee. weten. Um, maar dat is bijvoorbeeld bij mij, als ik al sessies doe, of als ik één-op-één sessies doe ook, ik heb nog altijd heel fel de neiging om... Als, als ik intuïtief daartoe aangetrokken word ja, ja. om mijn handen op ja. iemand te gaan leggen. Doen. En niet alleen in sessies, maar ook in het, ja, ja, in het dagelijkse ja. leven. Mm -hmm. Ik ben op dat gebied mm -hmm. met mijn handen. Ik ben een heel, heel fysiek tactiel, persoon, ja. heel tactiel inderdaad. En ik ben dat altijd geweest mm -hmm. ook. En ik ben mij er nu gewoon veel bewuster van beginnen worden. Ja, mooi. Um, en ook weer, het is niet omdat dat het grootste talent is, en dat is hoe ik er dan zelf naar kijk, dat we dat als professioneel moeten doen. Mm -hmm. En dat is hoe mm -hmm. ik het op deze moment zie. Van, mijn grootouders vroegen mij dat vorige week ook nog, van ja, je miste dat niet en ga dat... Mm -hmm. Maar, en ik zei tegen hun ook, zich voor mij nu, als je dat aan mij hebt, dat is hetzelfde als zwemmen en als, en als fietsen. Mm -hmm. Als ik binnen tien jaar, I don't know, binnen een jaar misschien, of misschien nooit, maar een beslissing neem om dat terug te doen, mm -hmm. binnen twee, drie dagen is dat terug de oh, normaalste ja, zaak ja, dat van de leven. dat geloof ik zeker. Voilà. Ja, ja. En vooral nu, ik ben nu 33, ik sta, ben op een punt nu van... Wat is er nog te ontdekken? Mm -hmm. Welke talenten heb ik nog? Welke mm -hmm. kwaliteiten mag ik verder mm -hmm. nog gaan ontwikkelen en gaan voeden, Zeker, ja. in plaats van, en dat was het voor mij, en dat klinkt een beetje cru, vast te zitten in mijn behandelruimte. Ja, ja, ja. Jo, dat is niet cru, hè? Nee, sommige mensen ja. vinden dat cru, maar ik zeg dat ook, zeg dat was mijn perceptie. En het feit dat dat mijn perceptie was, dat ik het gevoel had dat ik ergens in vast zat, wil nu vooral zeggen dat ik vrij ben. Ja, want wat? Wa Vinden sommige mensen daar dan cru aan? Mm -hmm. Ja, het, het oordeel vastzitten. Of oh, maar ja, je, je hebt zo'n schoon diploma, zo'n zo job, en je geeft dat dan op. En... Maar ook weer mensen ja, moeten je hoort mij niet dan begrijpen. Angst. Hè? Ja. Ja, ja, dat mensen was... moeten mij niet begrijpen. Oei, oei, je geeft die zekerheid op ja. voor... Mm -hmm. ja, voor iets dat ik niet weet en dat ik nu ga ontdekken. Oh, ja. En, ja. en ook weer. Dat is het rijkje van het leven. Ja, ja. Onzekerheid kunnen voelen, angst kunnen voelen. En ook weer voor mij, ik had het op voorhand nooit niet per se in het scenario gezet. Het intentie was niet om daarmee te stoppen, maar dat is wel wat het geworden is. En plotseling was dat idee daar, vorig jaar, um, zijn wij, denk ik, mee getrouwd met mijn vrouw. Ik mijn nu vrouw met me, Christina. We zijn zeven weken gaan reizen. En ik kwam terug van die reis en niet per se dat ik, ik, ik merkte gewoon, oké, okay, ik mis de praktijk niet, ik mis mijn sessies niet en dergelijke. Dus. Dat was één, maar, maar heel snel, die dagen dat ik terug was, kwam er heel snel in mijn hoofd van... Jij past hier niet meer. Ik pas niet meer in die behandelruimtes. En dus, daarmee dan ik het zeggen, dat is vooral heel intuïtief. En heb ik, er, heb ik ervoor gekozen om te doen wat het, het, het meest onnatuurlijk lijkt voor heel veel mensen, om ervoor te kiezen om. Met het vertrouwen, het bekende, hetgeen wordt dat je goed is, ja, ja. ja, 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 om daarmee ja, ja. te stoppen en ja. voor iets heel onbekend te gaan. Maar dat herken ik, want er zijn nog altijd mensen die tegen mij zeggen: Oh leuve voilà. we missen u zo. Ja, zeg, wanneer komt er nog eens op tv? Nee, uh, niet. Uh, mm -hmm. niet. En, en dan zeggen ze: ja, Wat doe je dan nu? En dan zeg ik: Ja, oké, okay, coaching. En dan zie je die zo over iets anders beginnen. Want dat is nog altijd zo. Wat doen wij precies? Ja. Mensen weten dat nog niet. Nee. Uh, Allee, steeds meer en meer, maar toch. Ja. Wat ook En ik vind dat ook nog moeilijk. Dat staat nu op mijn, op, op mijn basisdiploma mm -hmm. daarin. Maar hè, nogmaals, ik heb nog veel andere certificaten en dit en dat. For what it's worth. Mm -hmm. Wat het voor mij waard is, is dat je telkens één zelf door een proces gaat. waarin dat je weer stukken leert en, uh, en, en opschuift. Um, en twee, dat je weer een nieuwe methodiek hebt. waar dat je mensen kunt stappen laten zetten in hun bewustzijnsontwikkeling. Want alles is bewustzijn voor mij. Mm -hmm. um, maar, dus, als ik dat moet uitleggen, wat doe je dan precies? Wel, dan, dan, dan kom ik tot de essentie waar ik, waar ik mee begonnen ben, wat er te zwaar weegt, lichter maken. Voor heel veel mensen is dat nog woesje, woesje, maar, maar als je daar dan op doorgaat, dan zeg je, oké, okay, is er niks in je leven dat je denkt, oh, dat is toch echt ambetant? Ja, tuurlijk wel. Heel, zou je dat dan herkennen dat dat dan zwaar is? Ja, ja, je hebt het zo zegt ja. Mm -hmm. en, dan, en dan snappen mensen wel. Maar oh. hoe, ja, hoe, dan, dan moeten ze eens bij mij komen. Dan, voilà, het, ja. dan moeten ze voor een sessie <laughs> komen, zo simpel ja. is het. Ja. Want... Ja. Even reflecteren. Mogelijk gemaakt door Gervi, co-creator van jouw levensstijl. Welk gevoel leeft er nu in jou tijdens het luisteren van deze aflevering? Sta hier eventjes bij stil en benoem dat gevoel zo gedetailleerd mogelijk. Ook zien om meer te groeien als mens? Neem eens een kijkje op onze website unfolding.be/slash podcast voor meer tools en informatie. Ook weer, dan we gaat niet over de naadleg dat je geeft daaraan, maar ook weer wat de mensen daarin ervaren, het gevoel dat mensen daarvan yeah. krijgen en wat yeah. ze daar ervaren hebben. Yeah. En dat is hetgeen. Wat aan mensen beweegt. En als mensen beginnen ja. te bewegen, dan kan, dan kan het lichter worden. Ja. En als we niet bewegen, dan... Ja, uh, rustroest, gelijk dat ze zeggen. Hè? Dus. <laughs> dat was vroeger eens in de klas was dat zo'n uh, jazzschool. Rustroest. Rust is dat Ja, Geniaal. dat is echt waar. Om, ja. Om de brug nog te slagen. We hebben het al een paar keer over methodieken gehad. Uh -huh. We gaan het nog even over de naden hebben. Ja. Wanneer ben jij in aanraking gekomen met... Met ademhaling als tool, als mm -hmm. ontdekkingsmiddel voor je voor bewustzijn te verruimen, voor... Wel, natuurlijk, als speler is adem ook cruciaal. Hè? Mm -hmm. Als je emoties wilt vormgeven, dan heb je adem nodig. Als je technisch wilt spreken hè, voor een publiek, dan heb je adem nodig. Dus ik was wel heel erg bezig zowel technisch praktisch, hè, diafragma, ademsteun, um, met adem als emotioneel, hè, hoe verhouden emoties en uw ademhaling zich. Mm -hmm. hè, dus um, dat was eigenlijk al, dat zat in mijn, uh, in mijn uh, instrumentenbox zal ik maar zeggen, mm -hmm. uh, omdat ik daar zo in opgeleid en getraind ben. Ja. En dan heb ik um, in het begin, in mijn, in mijn opleiding als uh, coach, in het begin kwam dat eigenlijk niet ter sprake. En dan ben ik een opleiding gaan volgen bij Max Strum, mm -hmm. dat is een Amerikaan die ja. ondertussen alleen in Nederland woont. Breathe to Heal. Um, heet het, mijn bepaalde ademtechniek. En dat was ja, mooi. Die vertelde heel veel verhalen over wat hij meegemaakt had met mensen en trauma. Um, en wat de adem daarin vermag. Um... Dus toen <coughs> koppelde ik natuurlijk al hetgeen wat ik geleerd had als actrice, hè, zowel technisch als. Omgaan... E emoties en, <coughs> en adem. Ja, sorry, ik ben wat verkouden. En, um, en wat ik geleerd had als coach... Over die perspectieven... NLP en dit en dat... Uh, begon ik allemaal meer te koppelen aan elkaar... Met wat ik dan geleerd had en gehoord had van Max Strum. En dan... Ben ik, uh, ja, dus sowieso hè, werkte ik altijd met mindfulness en meditatie, waarbij dat de adem een manier is om hè, in het hier en het nu hè, te mm -hmm. focussen. En ook een barometer, uh, wat zegt mijn ademhaling over hoe het eigenlijk met mij is. Hè, hoe hoog adem ik, hoe snel adem ik. Ja, ik moet het nu niet zeggen, maar. Uh, heel veel mensen weten niet wat dat is een buikademhaling. Ik weet mijn eigen mama, die is wel jong gestorven, maar die, die kon niet meer via haar buik ademen, ademde constant heel hoog. Dus dat zijn wel dingen waar ik toen ook wel al mee bezig was. Van mm -hmm. oké, okay, kijk eens wat uw ademhaling u vertelt over hoe het nu eigenlijk met u is. Want het is een barometer, een spiegel. Als ik constant alert en angstig ben, dan ga ik hier hoog zitten. En dan ben ik. Dus, maar dat, was dan, dat, dat is dan natuurlijk eerder downreguleren. Dus dat parasympathisch systeem activeren naar mm -hmm. rust en naar minder stress uh, binnen het stressmanagement enzovoort. En dan ben ik um, bij Peggy Dillon terechtgekomen. Dat is, uh, ondertussen is zij denk ik 2 of 73. Dat is ook een Amerikaanse mm -hmm. heeft. Uh, de wereld rondgereisd heeft met shamanen, met, 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 met boeddhisten um, gewerkt en um, kwam. Want ik denk dat ze nu de laatste keer is geweest, één keer per jaar naar België en dan reisde ze door naar Schotland en dan gaf ze twee soorten opleidingen: voor als breathwork uh, facilitator uh, met wet en dry breathing en ook firewalk. En ik heb mm -hmm. eerst dus ja. Ik heb eerst bij haar het breathwork, dat zijn tien dagen, maar zo intens en intensief, van ochtends tot, tot nachts eigenlijk. Waar je al van dag één zelf uh, telkens iedere dag door een sessie gaat. Dus je leert wat theorie, maar niet te veel, want oké okay, de mensen die daar in de opleiding zitten waren allemaal mensen. Kinesisten, therapeuten, psychologen, coaches. Dus je ja. hebt al background. Dus je gaat heel snel naar die ervaring en erbij te zitten om te zien hoe reageren lichamen, hoe kan ik dragen, ja. wat zijn mijn eigen patronen die ik tegenkom. Dus beide perspectieven zijn even leerrijk. Dus eerst gingen we naar de breathing en dan. De tweede helft kwam er wetbreeding en dry uh, eerst dry breathing en dan kwam er wetbreeding, dus onder water. Mm -hmm. Dat is echt ook rebirthing, dat is mm -hmm. fantastisch, fantastisch, heel intens ook. Um, dus als je dat, tien dagen aan een stuk minstens één, maar dan als dat. ...onderwater er ook nog twee of soms drie, zes op een dag... ...ik kan u verzekeren, dat proces... <laughs> mm -hmm. dat, ...dat gaat een versnellingskoe hoger. Ja. Dus daar, dat was fantastisch, heel ja, echt een openbaring. En dus uh, toen, uh, dat was in 2022, uh, in juni, ben ik daar dan... Uh, ...daar ga je buiten met je, je certificaat als Breathwork Facilitator. Ja. En toen wist ik wel, ik wil er iets mee gaan doen, alleen... Ik wil hier nog wel wat kilometers in afleggen voordat ik dat zo um, kan brengen naar de mensen en, daar, en daarvoor betaald worden. Hè. Mm -hmm. Dus dan heb ik dat eerst op uh, vrienden en kennissen uh, mm -hmm. nog wat gemeesterd. Ja. Uh, tot, want het gaat dan niet over de methode en de kennis, het gaat over uzelf. Hoe. Hoe kunt jij daar al in staan? Heel, mm -hmm. Hoe vertrouwt jij jezelf? Want dat kan echt een, een fantastisch mooi, maar ook een heel intens proces zijn. Um, en fantastisch mooi, bijvoorbeeld, er was in uh, een van de vorige edities, was er iemand die naar mij gestuurd werd vanuit Nederland, vanuit haar psycholoog. Uh, dat vind ik nou mooi, want ik weet eigenlijk niet hoe dat die psycholoog aan mijn mm -hmm. naam kwam. Um, die, heeft, die had twee uur en een half gereden en die kwam met haar moeder, want ze had een geboortetrauma. Dus bij de psycholoog waren ze erachter gekomen um, dat zij dus te vroeg geboren was. Uh, Alleen dat wist ze natuurlijk wel zonder een psycholoog, nee. maar hè, ze was te vroeg geboren. Ze had uh, in een couveuse gelegen, daardoor was er natuurlijk fysiek veel afstand geweest. En de mama heeft zich daar schuldig, er zat heel veel lading op. Hè? Um, met toch als gevolg een fundamenteel gevoel, maar dat is in de preverbale fase. Dus je kunt, daar zijn geen woorden voor. Hè? En mm -hmm. zelfs als we trauma um, ervaren. En want trauma is niet de gebeurtenis, maar hoe wij het ervaren, hè? Mm -hmm. een belangrijk onderscheid. Want sommige mensen zeggen: Ja, hè, kijk naar die mens, die heeft dat allemaal meegemaakt en toch doet hij het zo. Maar de ene kan bij wijze van spreken bijeengerameld worden door zijn papa. En daar geen trauma over hebben. En de andere kan zijn caviatje gestorven zijn op zijn 4,5 en daar een trauma over hebben. We kunnen no. daar geen oordeel over hebben. Trauma is hoe ik omga met een gebeurtenis. Mm -hmm. um, maar dus, die, um, die, die had een fundamenteel trauma over in de steek gelaten, dat gevoel. Hè? En um, dat dan. Ja, pre-verbaal was, want ze was ja, een baby. Maar zelfs later uh, kan dat de trauma, in een, dat wordt in een ander gebied in onze hersenen opgeslagen. Je kunt daar mijn woorden niet bij. He, vandaar is ons werk en ons lichaamswerk zo belangrijk, mm. omdat je met de analyse is fantastisch en ook tevens beperkt. Mm -hmm. Maar dus... Die vrouw en haar mama kwamen tot bij mij, gestuurd door de psycholoog. En om dus uh, ja, te helen, dat trauma, te helen. En uh, ze heeft op één dag heb ik ze twee sessies. Ik heb ze twee keer laten ademen. s morgens met iemand bij. En s middags opnieuw met haar mama naast haar. En dat was prachtig. Op een gegeven moment is ze recht gestaan en echt gaan vliegen. En ze mm -hmm. zag dan licht. Ik zie nooit iets als ik adem. Je hebt mm -hmm. echt daarin de uw, uw zintuiglijke voorkeuren. En voilà. ik ben echt een voel, ben ik in ja. esthetiek. Mm -hmm. um, en dat uitzicht ook als ik dan adem. Maar sommige mensen zien echt van alles. Dus zij zag echt van alles. Licht en. Oh, mm -hmm. Maar om te zeggen, zo kan het zijn, dat is prachtig. Mooi, maar als iemand ineens gaat rechtstaan. En je weet niet goed, je voelt je eigen niet klaar. Om dat, en, en onzeker, ja, dat, 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 dat lukt niet. En dat is dan mooi, maar soms gaan mensen zo hard in hun pijn hè, mm -hmm. en, en reageren die lichamen zo intens. Dus dat, om maar te zeggen, dat ik echt tijd genomen heb voor mezelf, omdat ik wist na die opleiding hè, en alles wat ik geleerd had tot dan, en waar ook de puzzelstukken in elkaar vielen, meer en meer, dat je denkt ah ja, zo, hè, ik weet weer iets meer en ik zie veel verbanden nu, wist ik, dit is zeker en vast de manier die bij mij past en die ik wil gaan uh, toepassen. En ik heb daar zelf nog meer in te landen. En dus dat heeft me wat tijd gekost. En eigenlijk sinds mm, een goed jaar uh, organiseer ik nu dagen met een kleine groep mensen. En oh, ge gebruik ik het ook in één op één sessies en mijn, mm -hmm. mijn leidinggevende. Uh, hè, dus ik ben uh, een van de facilitatoren uh, van de, de councils van de Organization of the Future. Ik heb twee councils, We zijn nu een derde aan het opstarten. En daar gaan we altijd heel erg in de diepte. Dat zijn twee, drie dagen. En dan is er ook altijd ademwerk bij. Okay. Maar dat durf ik nog maar hè, een, een goed jaar ja, daarin te gaan staan en te zeggen... Ik kan dragen wat er komt. Ik ben er mm -hmm. klaar voor. Um, mm -hmm. Maar dat is ook mooi. Hè? Dat zegt iets ja. over mijn proces. van Oké, okay, ja. Hè. En dat heb ik wel geleerd. Van daarin echt te zijn en te voelen. Geef jezelf de tijd vele tot je kunt zeggen... oké okay, ik heb nu alles wat ik geleerd en ervaren heb, zo geprocessed, dat ik daarin kan gaan staan en zeggen, yes, this is mine. Mm -hmm. En dat voelen mensen ook wel. Mm -hmm. ja. ja, en ik denk dat dat ineens een hele mooie is om de brug te slagen, omdat er zijn veel mensen die ook opleidingen geven en eigenlijk een bepaalde angst prediken van je moet voorzichtig zijn en al die dingen en... En mijn persoonlijke mening daarover is gelijk dat je eigenlijk juist zegt. Geef het je eigen. Allee, heel veel mensen, we hebben het er juist ook al gezegd, die willen alle dingen snel in het leven. Maar, maar dit gaat over als je iets begeleidt rond ademwerk. We hebben het er juist al even aangehaald: stressmanagement, relaxerend ademhalingswerk. Dat is nog en zelfs, iets anders. Hè? Ja, en zelfs daar heb ik al een obsessies gehad dat mensen serieus tot emotionele uitingen komen. Doordat door ja. hun systeem gewoon begint te zakken. Wordt ja. ik zelf op die momenten niet perplex stond, maar gewoon verrast was van wat ja. er gebeurde, omdat ja, ja. je dat niet per se verwacht in zo'n sessies. Zeker, ja. um, maar dat je je eigen tijd en de ruimte geeft, gelijk dat je er juist zei, en dan spreek ik over mastery, niet over mensen zoals we het bij de Aziaten zien, die 10, 20, 30, 40 jaar een skill oefenen en er dan mastering in worden, maar dat je wel inderdaad, gelijk dat je er juist zei, op een gezonde manier kunt voelen oké, okay, mm -hmm. ik ben hier vertrouwd mee. Mm -hmm. En dit is... Mm -hmm wat dat ik niet vanuit mijn hoofd, maar vanuit mm. mijn lichaam weet, deze kan ik dragen. Ja, inderdaad. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke is voor heel veel mensen. Want ik heb ja. in, in het begin was ik... Ik, heb, ik ben eigenlijk nooit in, in, in paniek of in onrust gekomen tijdens ademsessies. Vermoedelijk, wat we er juist ook zeggen, omdat ik eigenlijk al heel lang draag voor mensen, mm -hmm. professioneel ook. Mm. Um, maar waar ik wel andere verhalen kreeg dat er bepaalde situaties zeker. gebeurd waren als er gesaladeeringswerk gedaan is, voilà. ja. en en ik ben de laatste om te zeggen, oké, okay, we kunnen niks verkeer, ik ben de eerste om te zeggen we kunnen niks verkeerd doen, maar de realiteit is ook wel dat we mensen niet per se helpen als we niet in staat zijn om te dragen wat er gedragen moet worden. Ja, hey, verlaat voilà, is dat. En ik krijg ook die verhalen en um, ik heb daar geen oordeel over, maar inderdaad laat het een uitnodiging zijn aan iedereen ja. die um, die opleidingen volgt en kennis en, 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 en methodieken verzamelt om goed zelf te voelen. Wat is, me, wat is één, wat past er bij mij? En mm -hmm. twee, wat kan en durf ik zelf doen? En wat heb, of wat heb ik nodig om daarin te gaan staan? Mm -hmm. Zoals ik zei. Ik heb dat geoefend op Jan Pier en Paul. Zoals het hoort. Ja, voilà. Ah. Hè? Mm -hmm. um, tot als je voelt. Ja, oké, okay. I, own, I own this shit. Hè. Er mm -hmm. mag gebeuren wat gebeurt. Ja. Nu, natuurlijk, hè, zoals bij u, bij mij ook, ik heb veel, veel, veel rugzak al. Hè. Mm -hmm. Natuurlijk ook als actrice, gaat ja. gaat ook in dingen, komt in contexten. De SM-richter, ik kan u wel verklappen hm. dat dat toch een hele intense periode was waarin ik... He, ondergedoken ben, niet ondergedoken, maar he, gaan, 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 observeren ben en een stukje een deel geworden ben van die bijzonder interessante, ook soms bovenmenselijk mooie SM-wereld, waar, waar je Constant wordt op, op oordelen, op beelden van hè, hoe dat je dan denkt dat liefde eruit ziet en hoe dat liefde er ook kan uitzien. Mm -hmm. hè, over wat dan pijn is, wat pijn vermag, hoe intiem dat pijn kan zijn. Allee, heel, heel, heel interessant. En jezelf zo hard tegenkomt, omdat je letterlijk, figuurlijk, maar ook letterlijk, echt in je blote stond. En dus. Daar heb je veel veerkracht voor nodig, voor ook zo'n mm -hmm. film te maken. En, oh. um, en dus al die dingen hebben bijgedragen tot, tot dat. Hè, wat ik zeg, dat ik, ik, ik ben echt expert in mensen. En, mm -hmm. en zelf heb ik heel ex, veel expertise bij mezelf ook. Omdat ik zoveel perspectieven in de vorm van andere personages en rollen heb onderzocht. Hè. Mm -hmm. Niets menselijks is mij me vreemd, durven acteurs te zeggen, maar dat is ook wel zo personages dienen ervoor zijn een excuus om te duiken in iets waar je normaal niet in zou duiken want mensen zeg jij hey, doe iets normaal, hè? Mm -hmm. maar dan mogen dan allemaal induiken, ja. dus dat, dat hebben je wel zijn. ervaren. Ik weet dat. En toen dacht ik, hoe zot is dat? Dus ik speelde een, re een, een rol uh, in een reeks vriendinnen en die vertellen het verhaal van twee vriendinnen die naast elkaar gingen wonen en uh, de personages werden gespeeld door twee keer twee actrices. Hè. De jongere actrices die speelden van 18 tot 40. En de andere, Verle eikermans en ik, we speelden van 40 tot 80. Hm. En dus, er waren een paar scènes dat ik 80 jaar was. En dan komt je toe om vijf uur 's morgens. En dan gaat hij in de schminkstoel. En dan, ze deden dat met ja, een soort. Um, of, of, of allez, iets plasticers, mm -hmm. waardoor dat je eigen rimpels zo bij elkaar kraken, <laughs> dat ze ik krem erop en dan een haardroger dat dat droogt en dan is het zo. Mm -hmm. en eigenlijk als dat je zo lijm op je vingers doet, dat je het zo, hè, ja, zo? Een laagstje, hè. Ja, zo'n laagstje zo. En dan <clears throat> een pruiksken en dan hè, nog wat bijgeschminkt in de rimpeltjes. En ik voelde, ik zag niet, ja ook, maar ik voelde. Dat ik minuut na minuut in die stoel stiller werd en vrediger werd. En ik kwam op de set, zo rolde mij mijn rolstoel op de set. <laughs> en normaal, acteurs, dat is een bende ongeregeld. Hè? Dat is altijd enthousiast en leuk en grappen en grollen en haha, hoe hoe en commentaar. Hè, hè? Totdat is natuurlijk de mm -hmm. tijd is dat je moet ja. spelen, maar daartussen hè, wordt er veel geleuterd. Gespeeld. Gespeeld, cool, ja. En dat was niet meer zo. Ik bleef overal uit. Okay. Ik voelde mij zo. Ik was. Ik oh. hoefde niks meer te doen. En toen dacht ik: hoe kan dat nu? Dus door de metamorfose, fysiek, stapte ik in een andere energie. Mm -hmm. En ...gebeurde er iets met mij. En toen dacht ik, maar alle dat is toch echt zot. Mm -hmm. <laughs> dus al die dingen heb ik meegemaakt. Ik weet hoe dat je van de ene seconde op de andere... ...in een andere energie kunt stappen. En die energie kan zijn de zwaarte van verdriet. Of de lichtheid van de liefde. Of de vreedzaamheid van De wijsheid, van, die komt met ouderdom. Mm. Maar hoe schoon is dat toch? Hè? En al die dingen, die heb, ik, die heb ik al meegemaakt en die dragen bij hè, tot wat ik vandaag kan. En allemaal meedragen en, mee en uitreik naar andere mensen die mijn vraag naar mij komen om te verlichten. <laughs> Daar zijn we weer. Top. Heerlijk. Ja, hè. Voilà. Um, om af te sluiten mm -hmm. Wat wilde jij nog meegeven, aan de luisteraars? Wat wil ik nog meegeven? Hmm. Poch. <tie> Eén. Wees mild. Minder oordeel meer ervaren. Twee. Hoe eet je een olifant in stukken? Mensen vragen mij, oh, maar veel, wanneer ben ik er dan? Hm. Maar dan denk ik, één, waar is er dan? He? Dus ik stel die dan met plezier teleur, zeg dus ik nooit. Mm -hmm. <laughs> dus het proces is in kleine stukjes. Dus begin, zet een stapje vanuit mildheid zet je een stapje bedankt u voor het stapje dat je gezet hebt voelde wat het u brengt en kijk er rond u en zegt oké, okay, nu zet ik eens een stapje in die richting dat is ja. wat ik de mensen wil meegeven top super bedankt, ik vond het een heel fijn gesprek graag gedaan, ik ook Deze aflevering zit er alweer op. Wat heb je geleerd? Wat heb je gevoeld? Wat heb je mogen ervaren? Neem eventjes de tijd om te reflecteren wat dat deze aflevering met jou gedaan heeft. Wil jij verdere stappen zetten in je persoonlijke groei? Neem eens een kijkje op onze website unfolding.be. Laat ook weten wat dat je van deze aflevering vond en wat het met jou gedaan heeft. En vooral als je vragen hebt, twijfel niet en stuur mij een berichtje of een mail.